Terwijl we trouwens free stuff vinden en een free wapen. Wauw, dankjewel. Hoppatee, we hebben een volledig gear setje vandaag alweer. What the fuck? Oké. Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Assassination. We gaan vandaag lekker verder met Assassination. We zijn wel opnieuw begonnen, zoals je wellicht ziet. Ik span helemaal hier bovenop de toren en ik begin ook meteen met kistjes te looten. Want wat ik natuurlijk gisteren al zei, ik zou gewoon een name reset kunnen doen omdat ik toch niks heb om zomaar te zeggen. Voor de mensen zich afvragen, Duffy, wat is er gebeurd? Ik tune vandaag pas in. Terwijl we trouwens free stuff vinden en een free wapen. Wauw, dankjewel. Hoppatee, we hebben een volledig gear setje vandaag alweer. What the fuck? Oké. Dat komt omdat we zijn gisteren hebben een heerlijke kill weten te maken op iemand waarbij wij dus 1500 coins wisten te bemachtigen. Ik denk dat het een van de duurste kills is die er ooit is gevallen in Assassin's Creed Kappa. Gaan mensen natuurlijk zeggen, nee, oh, Duffy, ik heb full diamond gepvp'd. Ik heb het over het coins aantal, oké. Okay. Nee, maakt helemaal niet uit. Daarna ben ik door een hacker vermoord, wat heel zuur is. Dus toen had ik helemaal niks. In dit geval hebben we nu wel weer dingen. Dat is natuurlijk super nice en kunnen wij gewoon lekker doorgaan. Het is, zoals je kan zien, nou, redelijk druk. Oeh, we zien daar 1 diamond, 2 diamond en daar nummertje 3 met diamond. Oeh, dat kan gevaarlijk worden. Ze zitten ook te domineren daar bij die shop. Oeh, 3 diamond is sowieso... Of, nou ja, 2 diamond en een deel diamond, dat is zwaar hoor. Oh, als die mensen tegen je krijgt. Zo, maar goed, wij gaan natuurlijk gewoon ons best om er wel wat van te maken. Om natuurlijk kills te maken, noem het allemaal op. Dus we gaan lekker ons best doen. Maar ik zie volgens nog, zie ik hier vrij weinig mensen. Terwijl het toch echt druk is. Oké, we zien er iemand. Ha, die is onze eerste slachtoffer, die zien we hier. Die is hier beneden. Hallo, waar ga je heen? Waar ga je heen? Waar ga je heen? Kom freaking hier. Hey. Oh joh. Oh joh. Hey joh. Oh joh. Oké, dan. Deze is dood. Ik werd er gewoon even stil van. Hoe goed deze maand hitte was. Holy freaking shit. We zien daar links ook weer iemand met diamond gear. What the fuck? Het is natuurlijk wat dat betreft wel woensdag. Dus het kan natuurlijk ook makkelijk. Het heeft wel eens wel een wooden sword event. Maar damn, dat is wel gevaarlijk hoor. Dus elke kant waar je een beetje op gaat, moeten we dus nu maar eens gewoon oppassen voor mensen met diamond gear. Want ze zijn al goed aanwezig. Maar ja, aan de andere kant, zolang wij maar even wat coins weten te verzamelen en natuurlijke speedbottles in onze inf hebben, kunnen we hopelijk wel er een beetje aan ontsnappen. Denk ik, ga ik vanuit. Maar you never know, of course. Terwijl hier die hele coin heen vliegt, dank haar wel. Als iemand dit loopt te spammen, wie wil Skype? Je kan ook gewoon normaal spelen, grap zonder Skype. Oh shit, waar vliegen mijn coins heen? Oh hier, blijf hier gewoon liggen. Hoppatee, danken wel. En wij gaan hier nu snel lekker de shop alweer in. En we gaan hier potions kopen. Het is even een ander moment hier. We hebben wel weer 200 coins om zo maar te zeggen. Maar natuurlijk, daar ben ik niet tevreden mee om zo maar te zeggen. Maar hey, eten 200 dan niks. We doen deze even drinken. En we gaan deze kerel hier killen. Want yo, ik zie jou hier. Ik weet mensen, ik heb een iron helm in mijn inf. Maar volgens mij is die niet beter dan mijn chain helm. Dus ik weet ook niet of ik die überhaupt op wil gaan zetten. Terwijl iemand zijn de reacties, maar goed, dat wist ik al van Duffy. Af en toe sla jij te snel met je zwaard. Je moet je zwaard als zwaar soort van opladen. I know. Alleen, het is gewoon te verleidelijk, zeg maar, om te snel weer te slaan. Dus ik weet, ik moet eigenlijk altijd eventjes wachten inderdaad, tot mijn zwaard weer ready is voor de volgende hit. Daar staat natuurlijk ook altijd erop, zo van, dat duurt 1.6, voor mij is dat seconde voor zijn special attack. En dan doe je dus, volgens mij doe je dan ook trouwens meer damage. Dan komt ook echt dat zweepslaagje. Nee, niet eens. Nee, ik weet niet hoe dat heet. In ieder geval dat vlaagje komt er dan bij. Dan doe je inderdaad gewoon de volledige damage en no. Alleen wat ik zeg, soms sla je gewoon te snel omdat je gewoon te graag iemand wil hitten of wat dan ook. Hoewel moet ik wel zeggen, met een boog heb je dat natuurlijk niet. Een boog kan je gewoon blijven schieten. Gewoon paf, paf, paf. Dus een boog is best wel OP eigenlijk in deze game. Alleen ja, als je Duffy bent en je kan niet boog schieten, dan heb je er nog niet zo heel veel aan. We zien daar wel iemand, hoi. Ja, waar ga je heen, jongen? Waar ga je heen? Duffy heeft gewoon een boog. Oh, bam. Bam. Oh, maar nou begint het interessant te worden. Want hij is nou in ieder geval dus nu hier. Dan moet ik hier heel voorzichtig gaan lopen. Ja. Oeh. Hop, hop. En nou moet ik jou hier zien te pakken. Kom op. Oké. Kom, freaking hier. Oké, die is dood. Ik blijf hier even opstaan, want ik sta natuurlijk in de fik. We hebben hem gelukkig weten te killen. Ik moet wel betalen met een beetje fire respect, maar goed, fuck it. We nemen speedbottle in. Gooi hem lekker in het vuur en we droppen hier naar beneden met shift in. Hoppatee, en we gaan er vandoor. Dat was een soort van halve boogkill, swordkill. I don't freaking know hoe ik het moet noemen, maar het gaat natuurlijk maar om één ding. De persoon is dood.
En wij leven, dat is goed. En we hebben natuurlijk ons eerste setje nog, dus hoppatee. Dit vind ik altijd lastig, zo'n jump als dit. Maar het is me gelukt, hoppatee. En we kunnen wederom door en hop. Hoho, wat een jump skills, Duffy. Zo. Nou, hè. We krijgen leather boots. Daar hebben we helemaal niks aan. We zien daar boven iemand. Peter, heb je geen diamond gear, grap? Of toch wel? Of toch niet? Wow. Nee. Hij heeft range volgens mij, of niet? Ik weet het niet. Hij hit in ieder geval way too good. Way too good. Okay, we rennen zo naar deze kant op express, want ik zag die kerel daar ook al wel. Oh. Oh nee. Oh nee. Ja, toch wel. Haha. Surprise. Hoppatee. Okay, we zijn in ieder geval veilig hier. Deze man die heeft wel speed ingenomen. Dus hij is wat dat betreft wel gewoon Gucci. I guess. Maar I don't know. Ik vind het toch een beetje... Ja, ze nu dan een beetje tricky, sommige mensen hoor. Ik moet toch wel zeggen, ik vind het toch soms een beetje tricky. Met name hem. Ik weet het niet. Ik ren expres deze kant langs om hier de shop uit te gaan, om zo maar te zeggen. Ik vertrouw die vent niet helemaal, zeg heel eerlijk. Nee. Natuurlijk kun je niet eigenlijk zomaar iemand een hacker noemen. Want ja, als je geen echt bewijs hebt, dan I don't know. Maar, of I know, maar ik weet niet. Oh, ik schrik me helemaal kapot, man. Ik schrik van jou. Hé, ik schrik van jou, weet je dat? Hoppatee. Oh, die spant hier ook weer. Hoppatee, snel de shop in. There we go. Oké. En we gaan hier weer doorheen. Let's go. We hebben geen speedbottles meer. Dus ik ga nu met heel veel plezier naar de potion shop toe. Om daar natuurlijk potions in te staan. Terwijl ik wel word achtervolgd door de persoon die ik net heb gekillt. Dus die kunnen we denk ik nog wel een keertje zien te killen. Hoi. En nou wordt het rennen, jongen. Nee, daar gaan we niet heen. Jij moet dood. Hoppatee. There we go. Dankjewel voor je brood ook tegelijkertijd. En dan gaan we nou even kijken. We zien daar namelijk iemand hier. Misschien kunnen we dit ook nog wel snel erbij pakken. Ik denk namelijk deze man wel coins op zak heeft. Want voor mij zit hier al een tijdje eventjes te looten. Hoi. En bam, there we go. Oké, okay, amper coins op zak, maar wel brood natuurlijk. En wat dat betreft, yo, een kill is een kill. Dus daar ben ik gewoon blij mee. Dat mag ik denk ik ook gewoon zeggen. Ik ben gewoon blij met een kill. En vooralsnog, en waarschijnlijk jinx ik mezelf enorm hard nu in. Dan kom ik dadelijk weer een verkeerde persoon tegen en ben ik dood. Maar het gaat wel lekker. Oh, hoi. Hoi. Dat bedoel ik dus met een verkeerde persoon, maar nee, weet je wat het is? Ik ben misschien nu veel te erg bezig met het feit van, oké, ik ben gisteren vermoord door een hacker, dit moet een hacker zijn. Terwijl, natuurlijk is het grootste gedeelte wat deze game wordt speelt helemaal niet eens aan het hacken. Weet je, het grootste gedeelte is gewoon allemaal legit en die hebben ook gewoon een pesthekel aan al die hackers. Dus, ja, nee, maar het is gewoon wel dat het in je hoofd omgaat van, is dit er een? Ja, hier het zo, nee, het zo, maar daar moet ik helemaal niet, daar moet ik veel minder op letten, joh. Veel meer de game spelen. We kopen speedbottles, there we go, hoppatee. En we gaan dan even snel ons HP restoren, of in ieder geval onze voetbal restoren. We zien er iemand staan, of course ben ik van plan om hem te gaan vermoorden. Zolang ik daar nog even blijf staan, nemen wij onze swiftness bottle in, there we go. En we gaan eens even kijken wat deze man te bieden heeft aan mij. Hoi. Gewoon een kill? Ik denk dat dit inderdaad gewoon een kill is. There we go. Dankjewel voor je brood. Het was inderdaad gewoon een kill. Had ik geen speed hoeven in te nemen. Maar ja, dat weet ik natuurlijk niet. Je weet ook niet wat voor gear zo'n persoon heeft. En aan de andere kant, weet je. Een speedbottle kost 20 coins. De gemiddelde kist die je opent, krijgen, wat is het? Nou oké, dan haal ik nu echt zo'n kist open waar je echt geen fuck van krijgt. Laten we zeggen, de gemiddelde kist is 10 coins. Ik denk dat we dat wel kunnen stellen. Weet je, dus ja, wat dat betreft, die bottles die je koopt, die heb je ook zo weer terugverdiend. En dan komt er ook nog bij kijken natuurlijk als je iemand vermoordt, hoe snel je daar niet dan coins ook nog weer van krijgt als iemand coins op zak heeft. Dus ja, ach. En je hebt gewoon natuurlijk wel, oh die kan ik niet eens open, je hebt natuurlijk gewoon die speed bottles nodig om die snelheid te hebben. We rennen eventjes richting de food shop trouwens, bedenk ik me nu. Gouden appel, geen overbodige luxe, terwijl we ook iemand zien trouwens. Ik dacht, gouden appel is geen overbodige luxe natuurlijk om eventjes te kopen. Ja, dat dacht ik wel. Ga je even lekker eten. Boom, one hit it. Oké dan. Ja, natuurlijk. Nee, makkelijk. Zag ik nou trouwens hierboven iemand? Nou, ik dacht van mij net dat ik hierboven een naam zag, maar misschien ook wel gewoon helemaal niet. We zien daar iemand die laat ze daar droppen. We zijn nu redelijk dicht bij de food shop, dus ik denk dat we hier wel mee in gevecht kunnen hier. Om ons gewoon hierin te gaan mengen dan. En Peter is ook dood. Hoppatee, there we go. En ik weet niet wat we ervan hebben gekregen. Oké, iemand krijgt wel in ieder geval vuurwerk. Oh, een iron body hebben we gekregen. Kijk aan. Dat is natuurlijk wel gewoon iets wat super chill is. Waar deze man, ik weet niet wat deze man aan het doen is, maar... Toch een beetje mee, je hebt het toch stiekem sneaky. We gaan eventjes ons stone sword hier ondertussen repareren, want dat kan trouwens wel. En wat ik zei, moet ik er eventjes een gouden appel vast inslaan.
Weet je wat? Doe eens even luxe en we doen er twee. Ik had natuurlijk ook een Iron Sword kunnen kopen. Of een stukje Iron Gear. Maar nee, weet je, we doen het gewoon even zo. Hoppatee. En we gaan gewoon voor het gewappen om iets meer te kunnen tanken uiteindelijk. Deze mensen zien eruit als een soort van team. Kan ik even jullie nog killen? Ik wil eigenlijk niet te ver weg bij de shop nu, want ik weet niet waar die in event is. Oh boy. Nou goed, weet je mensen. We gaan morgen wel lekker verder. We hebben in ieder geval weer een gearsetje. We hebben gouden appels, we hebben geld, we hebben speedbolters, we hebben een pijl en boog. Ja, een pijl en boog. In ieder geval een goed gearsetje voor de midweek. Morgen full iron en dan door naar full diamond. Voor nu mensen, bedankt jullie enorm voor het kijken naar deze video. Mocht je het leuk hebben gevonden, vergeet niet eventjes te liken, te reageren, te abonneren. Abonneer op Duffy Meer, mijn tweede kanaal. En mensen, tot morgen.